Goed dat je kijkt naar de samenvatters. Wij vatten de week voor je samen, zodat je precies weet wat er allemaal is gebeurd in de wereld van de videogames. Mijn naam is Martin. En mijn naam is Cody en wij hebben vorige week lekker naar de E3 gekeken. En daar zagen wij dat Nintendo een nieuwe trailer onthulde van Breath of the Wild, het vervolgdeel. En dat zag toch wel heel sappig uit. We hebben een paar interessante dingen gezien, zoals dat hij bijvoorbeeld uit de lucht komt vallen. Hij schiet vuur uit zijn armen en ik kan niet wachten om er meer van te zien. Ja, nou, waar we ook meer van hebben gezien is een nieuwe game, een nieuwe Metroid game, Metroid Dread. Die werd ook aangekondigd tijdens de Nintendo Direct op E3 2021. En het is al heel lang geleden dat wij een 2D Metroid hebben gezien. En daar gaan we dan, Metroid in 2D. Mensen worden hier blij van, trekken shirts uit, wapperen die boven hun hoofd, want eindelijk weer... Eindelijk weer een nieuw deel in de Metroid-serie. Maar er werd natuurlijk veel meer getoond tijdens E3 2021. Ja, zoals bijvoorbeeld Ubisoft, die was ook aanwezig met een Ubisoft Forward. En zij toonden een nieuwe Avatar-game, waarvan we wel al wisten dat die bestond. Maar nu zagen we ook echt beelden ervan. En er werd ook een vervolgdeel aangekondigd van Mario plus Rabbids. Wat in de kern nog steeds dezelfde game is, maar iets meer real-time gameplay bevat. En het ziet er gewoon iets lekkerder uit. Ja, natuurlijk was ook Square Enix aanwezig op E3 en die gaf een presentatie en die toonde daar gewoon even een nieuwe Guardians of the Galaxy game. Die moet na deze zomer al uitkomen, dus dan kan je al snel aan de slag in deze single player game. Speel je zelf met Star-Lord, je kan wel je vrienden, oftewel de Guardians kan je aansturen. En dat kan je doen op de PC, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch. Daarnaast kwam er ook nog een spin-off, of kwam tijdens de persconferentie en er wordt geboord. Na Guardians of the Galaxy werd daar ineens Stranger of Paradise Final Fantasy Origins aangekondigd. Een nieuwe Final Fantasy game en niet eentje zoals je gewend bent, maar eentje van Team Ninja. Dus vooral gericht op het knokken. Ja, en ook Microsoft was natuurlijk aanwezig en pakte tijdens E3 flink uit, samen met Bethesda. En ze toonden bijvoorbeeld een trailer van de RPG Starfield. Lang geanticipeerd natuurlijk en nu hebben we eindelijk wat beelden gezien. In de in-game engine, althans het staat erbij, maar gameplay bleef uit. Ook de eerste beelden van Forza Horizon 5 werden getoond en dat zag er echt super super slick uit en prachtig mooi. Kan niet wachten om met die game aan de slag te gaan, net als Battlefield 2042. Want daar kregen we flink wat gameplay van te zien en er was een, dat zag er heerlijk spectaculair uit. Quads die in helikopters vliegen en dan heb je hem eigenlijk al binnen. En dan was er ook nog een cinematische trailer van de open wereld knaller Redfall. De laatste van de show was dat en... interessant sfeertje met heel veel vampiers. Ja, alleen een cinematische trailer, dus we zagen nog niks van de gameplay. Dus wat je daar precies van kan verwachten, geen idee nog. Wat er deze week ook is uitgekomen, is een nieuwe kleur PlayStation 5 controller. We hebben een rode, kijk daar is die. Papam. En er is ook een zwarte, die hebben we dan weer niet. Maar het Xbox Design Lab is ook weer geopend. Dus je kan vanaf nu weer je eigen Xbox Series X en S controls ontwerpen. Die werkt trouwens ook op de Xbox One. En wij mochten er al iets eerder mee aan de slag. En ik heb een mooie blauwe gemaakt met oranje triggers. Met natuurlijk onze naam erop, staat hier. Staat recht, serieus. Dus je kan nu helemaal losgaan en je eigen controller ontwerpen. En dan heb je dat gedaan, mag je betalen. En verschijnt die automatisch bij jou door de brievenbus. Heb je wel een flinke brievenbus nodig? Anders past die niet natuurlijk. Volgende week staan er een aantal leuke games op de release radar. Wat dacht je bijvoorbeeld van 25 juni wanneer Mario Golf Super Rush uitkomt. En tegelijkertijd komt ook Scarlet Nexus uit. Dus een hoop speelbaars in het land van gaming. Ja, en wil je nog wat kijken? Aankomende vrijdag droppen wij op de Twitch met een vrij nieuw Asus ROG toernooi. En dan gaat Ome Cheert met jou volgens mij. Gaat hij flink huishouden in Warzone en wordt Morog weer helemaal uit zijn helikopter geknald. Daar zit ik op te wachten, ik kan niet wachten. Dus dat allemaal aankomende week bij ons. Het is wel Search and Destroy. Sorry dat ik je onderbreek, maar... Search and Destroy? Ja, het is multiplayer. Ja. Multiplayer, nou dan kan je hem toch ook gewoon neerknallen? Ja, dat kan ook. Ja, knal hem gewoon ergens uit. Gewoon doen. Goed, gewoon doen. Wil je dat niet missen? Abonneer dan op ons kanaal. En vond je dit nou een fijne video? Druk dan even op dat duimpje omhoog.